Hallo allemaal, Energy Gamers. Welkom dat jullie weer naar een nieuw filmpje kijken van het YouTube kanaal Energy Gamers. Vandaag gaan wij een review doen van de Samsung Galaxy S3. Momenteel is Samsung Galaxy S4 al uit. Maar dit is dus zijn voorganger. Maar wees, als je deze nu zou nemen, dan loop je echt niet achter, want de technologie wat op dit ding zit, perfect. We beginnen met de specificaties. Dit toestel heeft een 16 GB staat er standaard in. Die krijg je meestal in de winkel. Ik weet niet of je toestellen hebt van 64 GB, dan moet je even opzoeken. Er zit een quad-core processor in. AMOLED beeldscherm. Wat dat betekent is dat kleuren super mooi worden gegeven. Er zit natuurlijk wifi op, bluetooth. Er zit zelfs NFX op. Daar kom ik later op. Vertel ik wel wat dat is. Een 8 megapixel camera. En nog een paar andere dingen. Oh ja, natuurlijk GPS en zo. De standaard dingen. Wat je nu gaan we bekijken van. Hè? Nou, dan heb je dat ding. Wat krijg je nou mee in het doosje? We beginnen met de koptelefoon of headset of oordopjes, hoe je ze maar wil noemen. Deze twee, dit is hem. In het wit, zoals je ziet. De oordopjes hebben zelf gewoon dingetje, ja, wat noem je het? Rubber, silicone, weet ik veel wat. Je krijgt ook een zakje erbij met allemaal verschillende rubberen dingetjes. Ga je dat mee? En ja, dus kan je je oor aanpassen en zo, welke lekker je oor zit. Is leuk en aardig. Het is een goede headset. Er zitten wat knopjes op, niet veel bijzonders. Ik heb liever zelf een koptelefoon, maar who cares. Er zit nog een powerblok bij geleverd, zoals je ziet. Eentje met een die gewoon in je stopcontact gaat. Aan de andere kant een USB-ingang. Waar die USB-ingang voor is, dat wil ik je afvragen. Nou, deze hiervoor. Zodat je zo je telefoon op kan laden. Nu is het gewoon een normale opladen. Als je hem eruit haalt, dan heb je een USB-ingang voor op je PC. Dit is een reisoplader, zo noemen ze dat. Omdat dit zo los kan. Zo heb je altijd een USB-kabel en een oplader. Nou, gaan we nu naar het toestel zelf. Het toestel draait tegenwoordig op Android 4.1.2. Ik ga je dat even laten zien. Zo. 4.1.2 Jelly Bean. Werkt geweldig, is geweldig. Zoals jullie zien trouwens, heb ik op dit moment gewoon mijn eigen skin eroverheen gegooid. Beetje van alles. En ja, ik heb hem al net een dag in gebruik en het toestel werkt perfect. Nu gaan we een beetje over de features hebben. Allereerst heeft hij S-Voice. Dit is de allereerste Samsung die S-Voice heeft. Het werkt geweldig. Het is helaas wel in het Engels. Voor personen die geen Engels kunnen. Nou, je zegt bijvoorbeeld hallo there. In het Engels. Ik zei hallo daar. Oh, nou. Hij verstond het anders. Af en toe werkt het niet altijd even goed, dat hele S-Voice. Ja, dan moeten ze dus nog wat aanpassen en zo. Maar op zich, als je het rustig gebruikt, niet al te vaak, je doet af en toe er wat mee. Perfect. Er zit een klein ledlampje in. Hier zo, ja, die zie je nu niet. Die kan je in kleuren aanpassen. Aan de achterkant zit een 8 megapixel camera, een flitser en je speaker. Heb je hier je microfoon, je koptelefoon ingang en een microfoon nog. Hier zit ook je micro USB ingang en nog een microfoon. Waarom twee microfoons? De ene microfoon die aan de bovenkant zit, die is ervoor dat deed no noise cancellation.
Betekent eigenlijk als er geluid in de achtergrond afspeelt, zorgt die microfoon ervoor die hoort dat en dat wordt weggevaagd in het gesprek. Best handig, dan hoort de persoon met wie je aan het bellen niet aan. Je hoort dan niet dat je bijvoorbeeld op de werkplaats staat of zo. In principe, ik weet niet of dat zo ook in het echt werkt. Nou ja, zoals je ziet, aan de onderkant gewoon een homescreen button. En twee touchknoppen. Dus aanraakknopjes. Ja. Ja, we gaan het toestel. Het draait allemaal lekker en soepel. En je kan alles op installeren wat je maar wil. En dit nieuwe toestel heeft zelfs. Je kan bepaalde apps met gesprek besturen. Ik ga even het laten zien. Ik ga even mijn geluid aanzetten. Zoals je hoort. Hij zegt papling. Dan ga ik even een foto van jullie maken. Ga je bijvoorbeeld gewoon naar een camera toe. Camera opent hij. Smile. Dan moet hij dat goed eens doen gewoon. Cheese. Capture. Shot. Ja, hoorde je dat? Capture. Shot. Nou, nu doet hij niet. Het doet al, het zegt. Af en toe werkt dat niet. Niet zo super leuk. Niet zo super stom. Je hebt er geduld mee nodig, zo laat ik zo zeggen. Voor de rest, je kan gewoon alle apps erop zetten die je maar wilt. Dat is geen enkel probleem. De quad-core processor die erop zit, die werkt lekker soepel en zo. En wat je erbij krijgt, is allemaal redelijk voor de prijs. Hoe duur die is, dat weet ik niet. Volgens mij rond de 500 euro kan het kopen, kan duurder zijn. Ik zou zeggen, in een link beneden staat al een website die we gooien, waar je hem kan halen via Samsung of weet ik veel wat. Oh ja, in de binnenkant. Sorry mensen, hoor. Kijk, zoals je ziet, er zit plastic achter. Nou, dat is niet echt geniaal, dat plastic. Het breekt super snel. Dit is waarschijnlijk niet mijn naaste achterkantje. Daar zit gewoon een batterij in. Hoeveel die batterij is, weet ik veel wat. Die kan je eruit halen. Is bijvoorbeeld, hij is leeg en je hebt geen oplader. En je hebt toevallig een extra batterij. Die gooi je er dan gewoon weer in. Zit hier een slot in voor een geheugenkaart en een micro SD-kaart. Dat betekent dat je geen normale SD-kaart erin kan gooien. Je moet een micro SD-kaart in. Voor sommigen best wel jammer. Maar als je. Dan kan je gewoon naar de winkel toe en dan vraag je dat. Waar precies, moet je me niet vragen. Ja, dat was het wel zo'n beetje. Om nou over alle specificaties van dit toestel over te gaan, dan ben ik morgen nog bezig. Ik zal jullie nog trouwens vertellen over NFX. Dat betekent, het is een chip die erin zit. En jij hebt nog een andere persoon. En die heeft die technologie er ook in. Dan loop je naar die persoon toe. Hij wil bijvoorbeeld heel snel een bestandje aan die persoon geven. Dan doe je alle twee de toestellen tegen elkaar. Dan druk je op het beeldscherm. En dan stuurt hij het bestand automatisch van het ene telefoon naar het andere telefoon. Super handig. Wie niet? Nou, dat was het dan. En tot de volgende keer.